De verkiezingen bij de Surinaamse Politiebond SPB zijn vandaag onder grote belangstelling gehouden in het politieopleidingscentrum. Volgens Raoul Hellings, de scheidende bondsvoorzitter, heeft zijn team ruim 90% van de gestelde doelen kunnen realiseren voor de leden van het korps. Hij blikt tevreden terug op de zittingsperiode van 5 jaar. Het geval dat de voorzitter de organisatie met tact zal leiden en dat, net zoals ik gedaan heb, dat het belang van de werkende politieambtenaar daadwerkelijk centraal gesteld wordt. En dat in ieder geval het nieuw bestuur niet op de schoot van de werkgever gaat zitten. Landelijk konden de politieambtenaren stemmen op de trekkers van de verschillende lijsten. We hebben nu voor onze tweede termijn, version 2 noemen wij dat, hebben we wederom een verkiezingsprogramma opgesteld. Natuurlijk, een aantal zaken gaan wij voortzetten. Daarom hebben wij ook als leuze, wij gaan gewoon door. Omdat een aantal zaken gerealiseerd waren, maar we zien dat ze dus eigenlijk weer zijn achterhaald. Bijvoorbeeld het loon. Ja, in 2019 hadden we onze eigen loonreeks. Vanwege de ontwaarding van die Surinaamse dollar zijn we eigenlijk weer aan het begin van waar we waren. Als ik ga praten over een wensenpakket die sinds 2017 op tafel ligt bij de minister. En in die wensenpakket wordt aangegeven dat de politieman een nachtdienst voor 20 SID moet draaien. Wilt u me dat zeggen dat nu anno 2021 dat gerealiseerd is? Nee toch? Omdat nu mensen nog steeds 20 SID ontvangen. 48 SID voor een portie. ME, AT-toelage, RWT die al langer dan 5 jaar bestaat, kreeg geen toelage. Een van de belangrijkste zaken die we binnen onze organisatie moeten hebben is instandhouding van normen, waarden, respect. Immers, we zijn wetshandhavers, dus je snapt dat alle wetten wij daarvoor moeten zorgen, onder andere met die keten van het Openbaar Ministerie enzovoorts, dat ze in stand worden gehouden. Wanneer het betreft vakbondsaangelegenheden, dan gaat het meer om dus de issues die spelen, de belangen van de werkers die aangesloten zijn bij onder andere de Surinaamse Politiebond. Dus wanneer mannen proberen om dus deze verkiezingen een ander karakter te geven, dan zeggen wij nee, het is geen politiek feit. Volgens de scheidende voorzitter zal hij het nieuw bestuur zeker ondersteunen in de werkzaamheden. Het doel is nog steeds opkomen voor de belangen van de bondsleden. Nou, ik werk. In ieder geval wens ik de nieuwe voorzitter, niet alleen de voorzitter, maar ook het nieuwe bestuur, toch heel veel sterkte toe, heel veel kracht, heel veel wijsheid. En ze weten in ieder geval dat ze op de steun van deze scheidende voorzitter mogen rekenen. De resultaten van de verkiezingen bij de Surinaamse Politiebond zijn nog niet bekend.